Ja, vandaag nog. Gisteren. In Pit gaan we op zoek naar de kern van het leven. Ik word daar 57 jaar dankbaar wekker. We pellen af en verkennen hoe Nederlanders denken over grote levensvragen. Ik ben snel ontevreden, terwijl ik wel graag dankbaar zou willen zijn. En we trekken op met Willy. Geboren en getogen op Urk. Kijk, daar zie je het monument. Oh, okay. Met de uitkijkende vissersvrouw. Willy neemt ons mee langs een paar allesbepalende momenten in haar leven. Nou, ik heb hier 7 jaar lang een B&B gerund. En hier kwam ik zachtjes aan tot bloei. Maar eerst, hoe denkt Nederland over grote levensthema's? We leggen het voor aan ons panel met Mariska, Niek, Erwin, Nick, Sanne, Erwin en Marlon. Hoe denken zij over het thema dankbaarheid? Dankbaarheid is denk ik het vermogen om die kleine, in de kleine dingen de schoonheid te zien. Dankbaarheid is accepteren wat er met je gebeurt en verder gaan. Niet klagen, niet mokken, niet wokken. Verder gaan met het leven, want het leven gaat wel verder. Dankbaarheid is voor mij het aandacht geven aan wat er is, wat voor jou belangrijk is. Nou, ik ben sowieso een ontzettend dankbaar mens. Ik heb veel voor mensen over. Ik ben zelf een sportleraar. En dan zie ik mensen groeien en je wilt mensen helpen. En daarvoor krijg je een lach terug. En daarvoor krijg je heel veel dankbaarheid terug. Ik word weer opa. Het leven gaat niet altijd zoals het moet, maar wij zullen doorgaan tot het gaatje erbij valt. Ik ben zelf, vind ik, erg snel complimenteus, maar ook heel erg, ik zie ook heel erg wanneer een ander een moeite doet om iets te geven of iets te betekenen voor je. Daar kan ik wel echt dankbaar voor zijn, ja. Ja, dat ben ik, ja. Nee, maar ik wil het wel graag zijn. Ik ben snel ontevreden en kritisch op dingen, terwijl ik wel graag dankbaar zou willen zijn. Ja, ik denk vandaag nog, gisteren, eergisteren. Er is altijd een moment in je leven dat je wel ergens dankbaar voor kan zijn. Dat ik denk van, wow. Ja, dat zit dan heel concreet echt gewoon in, in het feit dat ik in deze gekke tijd werk heb. Misschien wel vanochtend, mijn moeder die zei, heb je al gegeten? Weet je, zo echt nog moederlijk. Dan denk ik, oh wat lief dat ze daar nog aan denkt op die leeftijd. Ik heb mijn auto namelijk in de poeier gereden. En nu heb ik een heel klein autootje. En die heeft geen winterbanden. Dus ik reed hier naartoe. Toen dacht ik, misschien kom ik wel in zo'n glijgevalletje terecht. En dan parkeer ik hier mijn auto en dan denk ik, yay! Nou, ik was voor het laatst dankbaar toen iemand mij kwam ophalen vanuit de studio. Die had een babytje bij zich, echt zo lief. En, en die bracht me naar huis en dat vond ik geweldig. Ja, daar word je toch blij van, zoveel dankbaarheid. Ik heb vandaag afgesproken met Willy op Urk. En zij is ook een dankbaar mens, maar dat is niet altijd zo geweest. Voor haar was het leven echt zoeken. En daarom ben ik benieuwd hoe ze nu in het leven staat. Hey Willy. Hey Chris. Welkom. Hoe gaat het? Ja, hartstikke goed. Ja, beetje, hè? Ja, geweldig. Ja, beter kan het niet. Fantastisch, fantastisch. Ja. Wat gaan we vandaag doen? We gaan wandelen, Chris. Ja? Ik neem je mee naar de mooiste plekjes van Urk. Ik ben dus nog nooit op Urk geweest. Nou, dus ik ga je alles laten zien. Ja. De mooiste plekjes. Maar wel met een extra laag. We gaan ook bezinnen. Oké. Met een groep nemen we ook mee. Ja. En we gaan een laagje dieper vanuit je hart aan de hand van de dingen die je ziet. Nadenken, nou, over, nadenken het leven. Over het leven. Ja. Nou, ik heb zin in, ik kan niet wachten. Ja. Zullen we gaan? Laten we doen. We zijn hier bij de netten en in de netten is flessenpost aangespoeld voor jullie. Jullie mogen een flessenpost eruit pakken en in de flessenpost zit een stukje van de Bijbel. We hebben volgens mij allemaal Psalm 91 in ons flesje gekregen, in de flessenpost. Ja. En dan is het de bedoeling dat we dat lezen straks onder de vuurtoren en dan een zin of een couplet omcirkelen van wat voor ons leven, voor ons hart van toepassing is. Hoe is dat nou, zo'n bezinningswandeling? Nou, heel bijzonder eigenlijk om mee te maken. Het is een andere manier van meedoen met creatief schrijven. Normaal gesproken doen we binnen, maar nu op deze manier, ja. Je had er van tevoren wel bezin in?
goeie. Ja. Nou, kom dames, gewoon eerst een bekkie doen. Een lekker bekkie. Een lekker bekkie? Een bakje koffie? Ja, een bekkie doen, hè. Wat is jullie opgevallen in dit tekstgedeelte? Op God kun je echt vertrouwen. En dat las ik ook in die Psalm 91. Dat je op hem vertrouwt en dat hij je toevlucht is en je bescherming. Bijzonder. Kijk, daar zie je het monument. Oh, okay. Met de uitkijkende vissersvrouw. Kijk, dat is een vrouw in klederdracht en die kijkt eigenlijk terug over de zee. Okay. Zij heeft zeg maar haar man gedag gezegd, zeg maar. En dan die is nooit meer teruggekomen. Dus ze kijkt eigenlijk weemoedig op die zee waarop haar man gebleven is. Al die namen, zeg. En je ziet hier dus allemaal naamplaten met allemaal namen van overleden vissers. Tjonge. Willy, jij hebt een roerig leven achter de rug. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik kijk erop terug als een grote zoektocht. Een zoektocht naar houvast en bevestiging en gezien worden. Waarom ging je zoeken? Ja, weet je, ik ben natuurlijk geboren in een geloofgezin op het eiland Urk, waar iedereen naar de kerk gaat. Je gaat naar de school met de Bijbel. En God was er. Maar ik was tegelijkertijd heel erg naar hem op zoek, want ik ervoer hem niet. Nee. Nou ja, kijk, in mijn puberteit schopte ik echt tegen mijn opvoeding ook wel aan. En gewoon uitingen van drinken, roken. Ik was heel jong moeder, zwanger dat ik 17 was. Ik ben toen getrouwd, dus dan ben je eigenlijk kind. Kijk, als ik nu iemand van 17 zie, dan denk ik, je bent gewoon een kind. En dan ben je dus moeder. En vader, dus dan heb je een gezin en dan heb je de zorg voor een kind. Hoe ging dat huwelijk? Ja, dat was een heel dramatisch gebeuren, want dat was ook verslavingsproblematiek. Dus je kan zelf wel invullen wat er allemaal voorbij komt aan van hoop naar hoop leven, afkicken, weer de draad oppakken, huiselijk geweld, escaleren. Dus het is een aaneenrijging van teleurstelling. Maar dan onder de eindstreep erachter komen van het is niet gelukt. En dat is ook een zinnetje wat mijn leven lang achtervolgd heeft. Ik heb het weer niet gered. En daarbij was mijn gevoel ook dat ik God daarin kwijt was. Ik, voor mijn gevoel zag hij mij niet meer. Nee. Kijk, ik heb het geluk gehad dat je door moest. Kijk, ik had het gevoel voor mijn kinderen. Ja. Kwam ik mijn bed uit, moest ik door. Ik denk wel, dat is gewoon je redding geweest, dat je op de been blijft. Maar als ik dat niet gehad had, dan weet ik het niet. En de kinderen hebben jou eigenlijk op de been gehouden? Ja, dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, ondanks, kan je vragen, waar ben je dan dankbaar voor? Maar dat zijn je kinderen. Ja, zeker. Ja, dat heeft mij recht doorheen geholpen. Straks neemt Willy ons mee naar een plek die een grote rol heeft gespeeld in haar leven. Naast het liggen de zeils natuurlijk, heb ik nog een bijzondere plek op Urk. Nou, laten we eens gaan kijken. Gaan we naartoe. En wordt ze onverwacht toegesproken door iemand die haar heel dierbaar is. Het wordt ook allemaal emotioneel. Dat straks, maar we gaan nu eerst verder met ons panel. Hoe denken zij over het thema dankbaarheid? Als je niet dankbaar bent, dan word je een oude zeur, denk ik. Dan word je chagrijnig. Niet leuk voor de rest. Ik denk dat je daar vooral jezelf mee hebt. Want ik denk dat je dan vooral je focus richt op de verkeerde dingen. En dat je dus geen blij mens bent. Wat gebeurt er als je niet dankbaar bent? Dan krijg je haperingen in de motor. Je motor gaat poek poek. Dan moet je naar de servicebeurt. Dat betekent dat het niet goed met je gaat als je niet dankbaar bent. Als jij niet dankbaar bent, dan zijn mensen ook niet meer gemotiveerd om iets voor jou te doen. Oh, mooie vraag allemaal, jongen. Nou, ik denk toch wel, mijn familie. Ja. Zij zijn er echt altijd voor mij. En voor hen maakt het niet uit of ik een keer een rotdag heb, of dat ik een keer chagrijnig doe of lelijk doe. Er is gewoon altijd liefde van mijn familie. Mijn vriendinnetje, Sophie. Omdat ze het vol heeft gehouden tijdens mijn burn-out. En ook net doet alsof ze me soms ontzettend leuk vindt. Ik denk mijn ouders, want daarom ben ik hier. En die hebben me toch wel in hun manier opgevoed.
een heel andere generatie, maar tot wat ik nu ben. En mijn vriendenkring om me heen. Ik ben zo dankbaar dat ik een groep mensen in mijn leven heb gevonden die zo goed bij mij passen, dat ik alleen maar, al ben ik maar 1,60 meter, maar ik zeg altijd, ik ben wel een kleine rakker, maar ik heb een vriendschap van dat ik bijna 2 meter 10 ben. Ik zou jullie willen bedanken met deze geweldige interview. We zijn terug op Urk. Willy gaat ons een plek laten zien die veel voor haar betekent. Lekker, hè? Ja, ik heb een beetje vakantiegevoel. Ja, joh, dat is hier verrukkelijk hier. Ja. Nou, kijk, hier is het. Oh, kijk. Ja. De Roos, gastenkamer. Ja. Waarom is dit een bijzondere plek voor je? Nou, ik heb hier 7 jaar lang gewoond en een B&B gerund. Okay. Toen heette het De Roos van Saron. Het is nu De Roos geworden. Waarom heet het zo? Dat verwijst naar de woestijn, hè, woestijnperiodes in je leven. Ja. En ik heb echt wel gevoeld met het opstarten van deze B&B, dat een soort nieuwe start geweest is. Dus dat was daarna, je hebt die woestijnperiode gehad. Ja. En toen is dit gekomen. Ja, en hier kwam ik gewoon zachtjes aan tot bloei. Heel bijzonder. Zullen we daar eens even gaan zitten? Dat gaan we doen. Ja. Dat gaan we doen. 2 mooie stoeltjes. Nou Willy, dan kijken we zo uit over de prachtige mooie haven van de Urk. Het is prachtig. Maar Urk is ook wel eens in het nieuws, mm-hmm. om het een of ander. Wat kan jij dan brengen hier? Ik denk dat het een voordeel is dat ik Urkse ben. Mijn meisjesnaam is zelfs van Urk, dus ik ben een echte. Willy van Urk op Urk. Ja, ja, ja. Dat heeft toch zo moeten zijn, ja. Of niet dan? Ja. Nou ja, dus dan heb je wel meer het contact en de verbinding. En ik hoop natuurlijk met wat of ik daarin delen kan. Want ik bedoel, ik ben wel vrij open daarover. En ja. De meesten kennen ook mijn achtergrond wel. Dat ze daarin wel zien van ja, al is het door heel veel dalen en moeilijkheden en toestanden. Nee, er is gewoon een weg terug. Altijd. Daar ben jij het voorbeeld van. Ja, zo voel ik het wel. En dat je gewoon langzaam maar zeker gewoon mag groeien. Als je daar de ruimte voor geeft. Ja. Dat je echt mag worden wie je bent. Dus dat je gewoon dicht, dat je je thuis mag voelen bij jezelf. Jij bent oma. Ja. Hoeveel kleinkinderen heb je? 9. Straks hebben zij ook de genen van oma. Hou je hart dan niet vast als zij gaan puberen? Ja, weet je, ik denk dat ieder mens gewoon ook nodig heeft om te kunnen schoppen en zijn eigen weg te kunnen zoeken. En, ja. En met mij is het ook goed gekomen. Dus, Willy heeft helemaal haar draai gevonden. Mensen begeleiden bij een zoektocht in het leven. Het is haar op het lijf geschreven. Nou, we gaan een spelletje doen. We gaan eigenlijk 1 voor 1. We gaan een kaartje pakken. En dan laat je zien. Aan iedereen. En dan ga je zelf zeggen wat het is. En waar is het belletje voor? Oh ja. Ja? Koffie. Oh. Regenboog. Bellen! Dat is een moeilijke, lang woord. Oh. Als je terugkijkt, wat heeft die zoektocht jou geleerd? Nou, wat het meest zeg maar, mij gebracht heeft, dat ik ontdekt heb dat de ontspannenheid en de rust en dat alle puzzelstukjes eigenlijk op zijn plek zijn gaan vallen. Wat zijn dan de dingen waar je dankbaar voor bent? Nou, ik denk toch de kleine dingen van het leven. En dan bedoel ik ermee van dat je s'morgens wakker wordt. Nou, gezond is natuurlijk best wel een groot ding, maar dat je gewoon lekker je bed uit kan. De zon die buiten schijnt, het eerste slokje koffie wat je van geniet. Dat ben ik heel erg gaan waarderen, omdat mijn leven lang ben ik aan redden geweest, aan presteren geweest, de opleidingen afgerond. Oké, dan voel ik me goed, maar dan komt er een volgende uitdaging en dan heb je dat weer afgerond. En dan, dus het is ook een vicieuze cirkel waarop je dan een beetje in zit. En, ja, ik ben heel dankbaar dat ik dat kwijt ben. Dat het een soort van wandelen door het leven met God is. Ontspannen, relaxed. Ja. En de dingen doen die bij je passen. En, mooie les. Ja. Willy, ik heb nog een verrassing voor je. Druk maar op play. Ach, oh ja. Er is mij vroeger om even iets over Maria te vertellen. Nou, de tijd dat ik je dus echt... Dat word ik helemaal emotioneel. In die tijd ben ik echt wel
heel veel bewondering voor je gewoon kregen. En je veelzijdigheid, maar vooral ook in de warme persoonlijkheid die je bent. Ik hou van je. Je bent een dierbare zus. En ik dank je dat je mijn leven neemt. Oh, dat raakt me echt enorm, merk ik. Jongen, jongen. Wat raak je hierin? Ja, weet je, Maria is een vrouw die... die gewoon heel ziek geweest is, recent, vanwege corona. En zij heeft een longziekte. En toen kreeg ze corona. Dus wij dachten, ze gaat gewoon sterven, want dat redt ze niet. En wonderbaarlijk heeft ze het gewoon er doorheen gered. Ja, dus het is een hele dierbare vriendin haast van mij geworden. En gewoon de woorden ook die ze spreekt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het komt gewoon recht uit haar hart en dat doet je dan wat. Nou Willy, enorm bedankt dat je Urk hebt laten zien. Ja. Bedankt voor jouw verhaal ook. Het was een voorrecht, Chris. De volgende keer blijven slapen, want ik vind het. Ik heb geen zin om naar huis te gaan. Is het fantastisch? Bijzonder om te zien dat de zoektocht van Willy haar op een plek heeft gebracht waar ze nu is. En dat ze daar op een hele relaxte manier zichzelf kan zijn. En ik vond het ook mooi om te horen dat dankbaarheid dus zit in de kleine dingen. Wil je nou meer weten over geloof en zingeving of het werk van het Leger des Heils? Ga dan naar legerdeshels.nl/bid.